ik ben Raoul de Jong, ik ben een schrijver en ik ga jullie iets vertellen over Villa de Rose. Willem Elschot schreef dit boek in 1910 in een huis dat op 3 minuten loopafstand ligt van het huis waarin ik, 74 jaar later, werd geboren. De wereld die Willem Elschot beschrijft is een hele andere wereld dan de wereld waarin ik opgroeide. En toch heb ik dit boek bijna, of meer dan 100 jaar later, met heel veel plezier en hardop lachend en heel veel herkenning gelezen. Want de wereld is veranderd, maar mensen zijn dat helaas niet. Villa de Rose gaat over het familiepension Villa de Rose. En we volgen de lotgevallen van de eigenaars, het echtpaar Brulot, de dienstmeisjes en de kostgangers. Waaronder Groenewald, een Duitser die gebaseerd is op Willem Elschot zelf. In verband met de toestand zoals die nu eenmaal was, had madame Brulot spoedig besloten kippen te houden, waarvan er een 30-tal in het park der villa rondscharrelde. En alsof Parijs niet bestond en de zon in hun rijk niet onderging, legden die beestjes daarbij 80 eieren, welke door mevrouw in de stad verkocht werden à 20 centime per stuk. Voor het garnizoen kocht zij er dan Italiaanse voor de helft van die prijs, legde die 's morgens hier en daar in de tuin te vinden, waarna zij overdag in triomf naar de keuken werden gebracht. Werd er dan ook al eens geklaagd over vleesschotels of koffie, omtrent de eieren waren alle dames en heren het eens, de weerga ervan was kort en goed in de hele stad niet te vinden. Op de voorgevel, naast de straatdeur, was een zwart bord aangebracht, waarop in gouden letters te lezen stond Villa de Rose. Maison C.A. Brulot, pension de famille de premier ordre, tout le confort moderne, grand parc pour enfants, prix divers et à convenir, déjeuner et dîner à cachette, English spoken. Willem Elschot was pas 28 toen hij dit boek schreef en op de een of andere manier voel je dat. Niet omdat het boek kinderachtig is, maar je voelt dat het werd geschreven door een rebelse, jeugdige, eigenwijze geest. Iemand die niet heel lang voordat hij dit boek schreef van de middelbare school werd gestuurd omdat hij stoute dingen deed. Niemand in dit boek is een held. Alle mensen in dit boek doen alsof ze helden zijn, maar Willem Elschot laat zien hoe deze mensen werkelijk zijn. En eigenlijk zijn al deze mensen best wel gemeen en hypocriet en opportunistisch. Hij is niet bang om onze duistere kantjes te laten zien. Hij heeft geen behoefte om die te verbloemen, omdat hij begrijpt dat juist in die duistere kantjes juist de humor zit. Dit boek is best lang geboycott in Vlaanderen, met dank aan de katholieke kerk. Want op de een of andere manier was dit boek gevaarlijk dus. Het ging in tegen de tijd. En waarschijnlijk is dat nou juist waarom dit boek zo leuk en grappig en tijdloos is.